Dennis Krol van Krol Aardappelen VOF. Ik ben 25 jaar en ben daarmee de middelste zoon van de drie. We zijn inmiddels met z'n drieën bezig om het bedrijf over te nemen voor mijn ouders. Op het bedrijf telen wij voornamelijk aardappelen, zoals de bedrijfsnaam al zegt. Maar daarnaast telen we ook suikerbieten en uien, zowel zaaieien als plantuien. De omvang van het bedrijf, het bouwplan bestaat ongeveer uit 700 hectare. Alleen akkerbouw, geen vee erbij. Mijn vader heeft het bedrijf van zijn vader weer overgenomen, van mijn opa dus. Mijn opa die had wel vee, zowel varkens als koeien. En mijn vader heeft overgenomen, is in de akkerbouw verder gegaan. En mijn oom, de broer van mijn vader, die heeft de veetak overgenomen. Die is verder gegaan met de varkens. Goed, dan weten we iets over de geschiedenis van het bedrijf. Heb je enig idee waarom de focus op de aardappelteelt is gelegd in de beginperiode? In de beginperiode hebben ze samen het bedrijf overgenomen. Zijn ze samen verder gegaan. En op de locatie van mijn oom, genaamd Jos, zijn ze verder gegaan met de varkens. En mijn vader heeft een nieuwe locatie begonnen en daar zich gefocust op de akkerbouw. En zo samen bedrijf voortgezet. Ja. En in 2005 zijn ze apart verder gegaan, omdat mijn vader aanzag dat hij opvolgers had. En mijn oom niet. En daarmee het bedrijf verder wilde ontwikkelen eigenlijk. Ja, daarmee wou mijn vader groeien. Ja. Met als focus eigenlijk altijd de aardappelen centraal. Ja, ze zijn zeker begonnen met de aardappelen. En toen mijn oudere broer thuis kwam van school, heeft hij het verhaaltje van de uien opgepakt. Ja, en daarmee zijn we ook in de uien begonnen. Ja. En daarvoor telde we altijd aardappelen en suikerbiet. Dat heb ik altijd gedaan. Kun jij iets vertellen over wat voor grondsoorten jullie hier zitten met de meeste grond? Wat voor grondsoorten telen jullie? Hoe ziet het klimaat eruit? Het grootste deel is zandgrond hier. Eigenlijk alles is zandgrond. Maar hij varieert weer heel veel tussen echte hoge, lichte zandkoppen. En een beetje leemhoudende gronden. Dat is vooral langs de rivieren, zoals de A loopt hier door het gebied. Naast de A is de grond iets meer leemhoudend, dus iets zwaarder, iets vettiger. Vochthoudender. Vochthoudend, ja. Klopt. Ja. De laatste jaren zien we natuurlijk best wel wat veranderingen qua klimaat. Hoe heeft dat effect op jullie bedrijf? Ja, klopt. Afgelopen twee jaar hebben we hele natte en late voorjaar gehad. Het bleef maar regenen, waardoor het lang duurde voordat we het land op konden. Maar de drie jaar daarvoor zijn drie hele extreme droge jaren geweest. Dus veel met een bereidingshaspel op pad gemoeten. Ja, en het is de laatste twee jaar weinig tot niet nodig geweest. Ja. En zie je dat als een extra uitdaging voor de toekomst? Het weer, het klimaat? Ja, dat zeker wel. De extremen worden steeds groter. Hevige regenbuien en langere periodes zonder regen. Langere droge periodes. Ze brengen allebei uitdagingen met zich mee. De ene keer dan komt het weer te veel regen eigenlijk. En dan weer geen. Ja, dus het is afhankelijk van het seizoen waar dat de uitdaging in die zin ligt. De regenen of misschien juist water aflaten. Ja, precies. Ja. En als er te veel regen komt, net als hebben we dit seizoen heel veel last van gehad. Dagen lang achter elkaar regen, ja, dan wordt de schimmeldruk natuurlijk heel hoog. En ja, we kunnen het veld niet op om te bestrijden. Ja, ja. Daarmee kan ik mij voorstellen dat jullie bedrijfsmatig ook bepaalde zekerheden in willen bouwen om met die weersveranderingen om te kunnen gaan. Kun je een voorbeeld noemen van die ontwikkeling? Je ziet de laatste paar jaar heel veel dat percelen gedraineerd worden, dus ondergronds water af kunnen laten. En dat is echt in mijn opzicht een hele goede verbetering van de grond. Op die manier kan je in droge jaren ook water toelaten via onder. En dat scheelt ook gewoon een keer beregenen, zeg maar. Ja. Dus de grond voorbereiden op zowel droogte als nat omstandigheden. Ja. En zo de structuur in die grond heel goed is, dat het ook via beneden kan afwateren. En een goede grondbewerking, dat de grond open is, dat de kanaaltjes er zijn. Ja, ja.
En hoe doe je dat? De grondwerking is één, maar zijn er meer dingen waarom dat je, hoe je die grond beter op orde wil houden? Ja, goede groenmest telen. Na het oogsten van het gewas, een vanggewas erin. Wij werken veel met bladrammen als een gele mosterd. En wij zien wel echt dat de grond door jaar op jaar gewoon een goede groenmest telen. En goede grondbewerking onder de juiste omstandigheden. Dat de grond daar echt van opknapt. Ja, ja. Dat de grond echt beter wordt daardoor. Oké. Okay. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Goed onder de juiste omstandigheden benoemde je net al even. Dat is natuurlijk belangrijk om de juiste moment te kiezen in heel de teelt. Gezien jullie omvang vraagt dat misschien ook andere investeringen, kan ik me even voorstellen. Capaciteit belangrijk dan om het moment te kunnen kiezen? Capaciteit is belangrijk inderdaad. Als je, je moet zorgen dat als de omstandigheden goed zijn, dat je zoveel mogelijk werk kan verzetten in een zo kort mogelijke tijd. Of ja, het kort mogelijke tijd als de omstandigheden goed zijn. Maar het varieert ook veel. Natuurlijk de hoge, de droge gronden zijn eerder bekwaam dan nattere gronden. Dus ja, ze komen gewoon achter elkaar. Ja. Dus je werkt eigenlijk gewoon het lijstje af. Ja. En dan zijn ze allemaal tegelijkertijd bekwaam. En dan zorg je gewoon dat je de zoveel mogelijk capaciteit kan benutten van de goede omstandigheden. Okay. En de reden dat je het gebied bepaalt natuurlijk gedeelte de grondsoort en ook de hoogteverschillen in de grond. Maar kiezen jullie daar ook bewust voor met wanneer je gronden uitkiest om bijvoorbeeld aardappels te telen, dat je een mix maakt van lagere zandgrond en hoge zandgrond om daarmee risico te spreiden? Nou, bepaalde rassen wil je op nattere grond hebben, die groeien beter op nattere gronden. En de vroege aardappelen, ja, die teel je op de hoge gronden. Dus eigenlijk kunnen we alle soorten gronden goed gebruiken. Dan kan je vroeg vooruit op de grond en ja, zodoende ben je ook weer eerder met oogsten. Ja. Zo kan je het seizoen iets langer maken. Ja, en kun je daarmee de capaciteit misschien een klein beetje verspreiden. Klopt. Ja. Goed, nu zien we achter jou een prachtige nieuwe veldspuit staan. Voorzien van allerlei moderne technieken. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, klopt. Dit is inderdaad een nieuwe veldspuit, HARDI. We rijden al een aantal jaar met HARDI. Dit is de vierde zelfrijder inmiddels. We zijn er heel goed over tevreden door de Twin Air Force, de luchtondersteuning. Zo kan je met minder water het juiste resultaat halen. En je bent minder afhankelijk van de weersomstandigheden. Als het een beetje waait, ja, dan kan je alsnog goed spuiten met de luchtondersteuning. En je kan het goed gewas indringen. Ja, en toch goed bedekken. Ja, voor de juiste bedekking inderdaad. Ja. Okay, dus dat is ook weer een stukje meegedacht in de capaciteit en het juiste moment kiezen waar je eerder al over sprak. De techniek die jullie veldspuit van voorzien is, die zorgt ervoor dat jullie het juiste moment dus kunnen pakken als ik goed begrijp. Ja, het juiste moment. En ja, door de luchtondersteuning kunnen we ook terug in het water. Zo vergroten we de capaciteit, kunnen we een hogere snelheid realiseren. En daarmee met minder water. Ja. Nou, dit is dit het allerliefste model, hè? De Alpha 4200 Titanium Line. De vierde zelfrijder noemde je al binnen jullie bedrijf. Jullie hebben dus ook oudere generaties gehad. Kun je iets noemen wat de belangrijkste verbetering is volgens jou bij dit nieuwe model? Het nieuwe model, ja, de tankgrootte is iets groter. Ja, dat scheelt een keer veel op een dag. Ja, de comfort is veel verbeterd vooral. Je merkt dat de veranderingen de boom is veel stabieler. En het chassis inderdaad, de veerweg is beter. Dus alles waar de spuit zelf al veert, hoeft de boom eigenlijk niet meer te corrigeren. Zorgt dat ook uiteindelijk, hè? Tankgrootte zorgt voor een stukje voor capaciteitsvergroting, maar zorgt dat comfort ook voor capaciteitsvergroting? Ja, je kan langer dagen maken. Ja, ja. Het is prettiger om op te zitten. Dus als voor de gebruiker, vooral voor de bestuurder, houdt het langer vol? Ja, gebruiksgemak. Gebruik het plezier gewoon vooral. Okay. Jullie hebben nog voor meer nieuwe techniek gekozen op jullie nieuwe veldspuit. Ja, ook zit hier het pulserende dopsysteem op. Hiermee kan je de druppelgrootte vanuit de cabine kiezen. En ben je niet meer afhankelijk van de rijsnelheid en de doppen. Je spuit altijd met dezelfde 0,8 dop. Ja, hiermee vergroot je ook de capaciteit en de verdeling. De verdeling is altijd 100%. Ja, dus er is behoud van de gelijke druppelgrootte. Ongeacht de rijsnelheid, als ik een goed bedrijf. Klopt.
met daarbij de bochtcorrectie. Als je door een bocht spuit, gaat hij aan de buitenkant van de boom iets meer afgeven dan aan de binnenkant. Okay. Om in de bocht een gelijkmatige bedekking te hebben. Ja. Ja. En zie je die techniek nog voor iets meer waarde hebben in de toekomst? Want ik kan me eigenlijk voorstellen dat je met afgifteregeling misschien ook meer op dat niveau kunt gaan kijken. Ja, zeker. Er is een mogelijkheid om mee te spotsprayen. Alleen we hebben de dop op 50 centimeter zitten, dus daar krijg je als het ware een teelt van 50 bij 50. Ja, dat is eigenlijk vrij grof. Maar je kan ook een taakkaart inladen en dan kan je per dop de afgifte, de afgifte per dop kan verschillend zijn. En daarmee dus een hele mooie taakkaart gebruiken. Om een variabele afgifte op spuitdopniveau te hebben. Klopt, ja. Om variabel te spuiten. Ja. Eerder haalde je het al aan dat jullie al lange tijd bekend zijn met het HARDI Clintforce luchtondersteund systeem. Voor jullie is het als generatie vrij logisch, denk ik, om met die techniek verder te gaan omdat je ermee bekend bent. Heb je een idee waarom het in het verleden je vader begonnen is met deze techniek? In het verleden zeiden ze dat je 10% middel kan besparen door de luchtondersteuning. Nou willen wij niet 10% middelbesparing hebben, maar de werking van het middel of de 10% meer, 10% beter resultaat. En met daarbij ook de capaciteit verhogen en het resultaat gewoon verhogen. Was het toen ook eens een capaciteitskwestie dat je vader destijds gekozen heeft voor een luchtondersteuningssysteem om met één machine grotere oppervlakte te kunnen? Ja, klopt. Ja, en alle voordelen bij je dien, zeg maar. Ja, goed Dennis, we hebben gepraat over een heel hoop dingen ondertussen. Een stukje over het verleden, een stukje over nu. En natuurlijk blijft er dan maar één ding over, de toekomst. Hoe zie jij de toekomst ten aanzien van jullie bedrijf en de boeren in Nederland? Ja, de toekomst is steeds uitdagender. Ja, vooral ook een stukje door de grondzekerheid. De bevolking groeit, daar hebben ze veel grond voor nodig. De wegenbouw, de industrie breidt uit. Dus er valt steeds meer grond weg. En ook de beschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen wordt gekrimpt. En daarmee moet je ook zeker zorgen dat de toediening goed is die je gebruikt. Techniek heeft invloed op de kwaliteit van de bespuiting en die is nu belangrijk, maar in de toekomst des te meer. Ja, zeker. Zijn er adviezen die jullie zouden geven als gebruiker van een HARDI met een luchtondersteuning aan andere collega? Telers, aardappeltelers of andere akkerbouwmatige gewassen waar wij ze voordeel kunnen hebben? Ja, door het baserende dopsysteem. Ze hebben tot nu toe heel erg goed te spreken. En vooral door, je hebt altijd 100%, geen 110, ook geen 90% van de bedekking. Overal heel het veld 100%, niet meer en niet minder. Het pulssysteem is een belangrijk voordeel wat je ook iedereen zou aanraden. Er zijn natuurlijk ook veel gebruikers die nog geen luchtondersteuning hebben. Buiten het pulssysteem, wat zou je daar voor advies in kunnen geven? Ik zou ook iedereen de lucht aanraden. Vooral net vandaag, het waait een beetje. Toch komt het middel altijd op de goede plek. Je kan naar het gewas toeblazen. En je kan terug in het water. En omhoog in de rijsnelheid, om de capaciteit te verhogen. Dus capaciteit is één ding, en door minder water en meer de snelheid te verhogen. Ja, en het middel op de juiste plek. Dus als het net voor de aardappelen de rijen sluiten, je wilt het kleine onkruid wat eronder staat nog pakken, dan zet je lucht iets harder in een blasje in de aardappelen. Op zijn plek. Ja. Op zijn plek, zodat je alle kleine onkruidjes kan raken. Dus de effectiviteit is het belangrijkste voordeel eigenlijk aan de luchtondersteuning. Ja, samen met de vergrote capaciteit. Zie je daarin nog een ontwikkeling? Hè? Je minder beschikbaar zijn van gewasbeschermingsmiddelen. Dus de middelen die er zijn moeten werken. Zie je nog een bepaalde ontwikkeling in het middelenpakket dat juist contact nog veel belangrijker is? Nou, qua middelen niet zo. Alleen het is meer. Dat je al toch iets met een fijnere druppel kan spuiten. De drift-reducerende doppen, die hebben vaak een grovere druppel. Ja. En met de lucht ben je toegestaan om meer doppen te gebruiken.
en daarmee fijner druppel, zodat de bedekking gewoon beter is. Ja, ja. Oké, okay, dus dat je die minder hoeveelheid water toch goed kunt verspreiden over heel je land. Ja, dat ja, de bedekking alsnog goed is. Ja, ja. Oké. Okay. Zijn er nog toekomstdromen? Waar willen jullie naartoe als nieuwe generatie? Ja. Rendement verhogen door middel van de kost te drukken en de, ja, de opbrengst te verhogen met de juiste kwaliteit. Ja, en zonder afbreuk te doen eigenlijk aan de kwaliteit. Die blijft er nummer 1 staan dan? Ja. Ja. Oké. Okay. Okay. Gewoon meer winnen uit dezelfde, ja, van dezelfde hectare. Goed, we hadden het net al even over de uitdagingen die er zijn op dit moment in de teelt van onder andere aardappelen. Het weer was een van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. Zijn er nog andere uitdagingen die je ziet? Ja, inderdaad, veranderende weer. Maar daarnaast stijgt de kostprijs ook. Ja, dat is bij bijna alle producten. De prijs van de producten gaat omhoog. Zo ook de machines en de grond en de bestrijdingsmiddelen, alles gaat omhoog. Dus de kostprijs was duurder. En de prijs van de aardappelen die stijgt. Op het moment nog niet zo mee. Nee. En van de ui ook niet. Ja, en daardoor moet je zeker zorgen dat je de maximale opbrengst van de hectare afhaalt. Ja, voor een goed bedrijfsresultaat. Hè? Ja, voor een goed bedrijfsresultaat. Inderdaad. Zou je daar nog dingen op kunnen ondernemen voor de toekomst? Zou bepaalde investeringen kunnen zorgen dat je die kostprijs kunt drukken, denk je? Ja, alle investeringen die we doen, die moet zichzelf terugverdienen. Maximaal inzetbaarheid. Maximaal inzetbaarheid. Maar ja, als je een investering doet die niet terugverdient, die zichzelf niet terugverdient, hoef je dat niet te doen. Nee, daar ben ik mee eens. Ja, ja. Oké. Okay. In my opinion, I think we have it all. Ja, bedankt Dennis, zover.